Ja, Kjell, je staat hier niet met een lach, dat begrijp ik. Je hebt wel een aantal hele goede reddingen gehad, maar je krijgt er ook 5 onder oren. Wat was er net in de kleedkamer allemaal verteld? Nou ja, dat zij gewoon beter waren en dat wij de goals cadeau gaven. En dan is voor hun heel makkelijk. Ja. Voorafgaand aan de wedstrijd sprak ik met Dick en toen hadden we het over de wedstrijd thuis tegen AZ. En daar ging het ook over, hè? Hoe effectief AZ was, hoe makkelijk toen de goals weggaven. Ja, dat is vanavond dan ook gebeurd. Ja, dat kun je zeker wel zeggen. Ja. Ik denk dat de eerste 3 wel cadeautjes zijn. En in de eerste helft dan zijn we net 2 minuten bezig en ligt hij er weer in. Dus dan mag je wel spreken van niet hard optreden achterin en domweg de goals weggeven. Kun je uitleggen waarom jij vindt dat het cadeautjes waren, die eerste 3? Misschien de eerste 2 panels, dat je die even, want jij staat er dichtst bij. Ja, ik denk dat het onnodig is. Als je daar echt scherp bent, dan... Dan gebeurt dat niet. Maar goed, dat is makkelijk gezegd natuurlijk als ik er een stukje vanaf sta. Maar dat je ze de goals aan weggeeft is wel een feit. We zijn met 3-0 achter in de rust, dan ga je de rust uit. Direct 4-0. Ja, dat is nog erger, denk ik. Ja, dat hebben we ook gezegd in de kleedkamer. De stand gewoon zo klein mogelijk houden. En dat is goed dat hij dan net 2 minuten denk ik er weer in ligt, dan... 40ste minuut. Ja, dat bedoel ik. Dan zak je de moed wel een beetje in de schoenen. Maar goed, dan moet je alsnog doorgaan en dan vliegt het in de laatste paar minuten nog de 5e erin. En dan wordt het ook alweer heel groot, die uitslag. Dan heb je 2 hele goede wedstrijden in 2019 gespeeld. Dan komt deze erbij. Hoe moeilijk is dat dan om volgende week een thuiswedstrijd hebben we dan? Kun je dan heel snel weer daarop focussen? Nou ja, goed, hun waren gewoon beter vandaag en we staan met beide gewoon beentjes op de grond nu. Goed gezegd inderdaad. En nu is vanaf morgen is gewoon weer vizier volop op Den Haag thuis en dan dat is gewoon een hele belangrijke. Lange terugreis. Ja, dat denk ik wel, ja.